Oké, we gaan eraan beginnen. Geneutraliseerde ronde. Rijden met de auto en de renners gaan erachteraan. Ik had een diep interview met Lars Boom in gedachten, maar dat komt na afloop. Hij heeft hier al 3 keer gewonnen. En we geven een geweldig applaus hier, de officieuze start van de grote prijs, de Energy Animal Health. Dan komt Sinkelman meteen in achtervolging al vanuit het gevecht. En het nummer 11, Guido Meijers. Hij zegt, we gaan de zaak los, Guido. Het officiële vertrekstijd is gegeven. Tempo gaat er flink opgevoerd worden hier door de grote peloton. De Wouter Kolleman, Nieuwe Westra, Wout Poels, Lars Boom, Ronny Kurgus voorin. Lars Boom is aan de solo begonnen. Lars Boom is onderweg. We hebben Barrymakers onder andere hier. We krijgen Martin Gialini in achtervolging. Als eerste de finishlijn passeert. En nu op kop vanuit de peloton. Hier komt die Wout Poels. Met Nieuwe Westra, Bauke Mollema, Dylan Groenewegen en Stef Clement voorin. Lars Boom, de 30-jarige player uit Kleinborg, gaan wereldkampioen veldrijden bij de junioren. Volgende in de Elite. Ik ben blij, alles 100% onder controle. Ik moet het ietsje inkorten, begreep ik, omwille van de tijd, maar dat is niet zo erg. Ik zal de praat niet drukken. En ik denk dat de renners het ook niet erg vinden. Jullie hebben. Thank you.
Kroes.